Hi, goeiedag. Deze setting heb je, als het goed is, al een keer eerder gezien. Of als je dat niet hebt gezien, welkom op mijn kanaal. Want ik heb een aantal filmpjes in deze setting achter elkaar opgenomen. Want het was even makkelijk en ik zit lekker nu beneden. We gaan opgemaakt. Dit is opgemaakt april-mei, want dat is gecombineerd. Er is iets ontploft. Het ziet er niet zo lekker uit. Maar ik gooi het hele tasje gewoon weg. Wat er is ontploft, is de haarverf van de Action. Dit leek heel erg op Saios. En ik dacht ook in eerste instantie dat het Saios was, maar het kostte 3 euro. Het gaf een hele mooie kleur. Een beetje strawberry blond-achtig. Het is een warme kleur, maar het dekt geen grijze haren. Dan weten jullie dat alvast. Ook heb ik weer, die heb ik dus opgemaakt, die heb ik gebruikt. Ook heb ik, maar ik had blijkbaar, kijk, het flesje niet leeg gebruikt. Zie je dat? Kijk, ja, zo. Voor jullie geval, ik zit niet tegen het licht in, hè? Maar licht komt van die kant en van die kant. En dit is het midden van mijn huis, zeg maar. Dus dit is het enige plekje waar ik kan zitten beneden. Want overal is bij mij licht. Dat is het zuiden. Dat is het zuiden. Maar overal komt licht uit. Ja, het restje was ontploft, zeg maar. Ik heb schoonmaakdoekjes opgemaakt. Ik heb een Saios haarspray opgemaakt. Deze gebruik ik altijd. Dan heb ik ook een Saios droog shampoo opgemaakt. Ik moest even op het woord komen. Droog shampoo opgemaakt. Ik heb een CN micellair water sensitive opgemaakt. Nee, deze is niet zo goed. Die kopen we niet nog een keer. Ik heb een Kruidvat Vitamine C Radiant Glow Tissue Mask opgemaakt. Ja, dit is heel lekker om gewoon even, zeg, een half uurtje zo nutteloos voor je uit te staren en dat dan een beetje op te hebben. Mijn Kruidvat Hydro dagcreme is op. En volgens mij heb ik daar ook de nachtcreme van opgemaakt. En ik vond die heel fijn. Wat ook op is, is de Hyaluron Booster Drops. Voorlopig even niet te krijgen bij de Kruidvat. Overal uitverkocht. Maar dit geeft echt een vochtboost aan je huid. Dit in combinatie met de Hydrocreme ga ik zeker kopen als ze er weer zijn. Dan heb ik twee CN deodorantjes opgemaakt van de Pure and Fresh. Een roller en een spray. Nou ben ik niet de enige die dit gebruikt, dus ze gebruikt dit ook. Maar de combinatie is heel erg antitranspirant. Dus eerst een beetje roller, dan een beetje spray. Topcombinatie heb ik alweer in gebruik. Ik heb een Kruidvat Fresh Herbal Shampoo opgemaakt. Dit is voor vet haar. Nou, dat heb ik. Droge huid, vet haar. Moi, ik vond de shampoo niet heel noemenswaardig, zeg maar. Ik heb een Kruidvat micellair water opgemaakt en een tonic. Ja, er komt gewoon nog meer. Ik heb echt best veel opgemaakt deze dagen. Ik heb de Kruidvat Lifting Eye Cream opgemaakt. Ik heb de Catrice Hyaluronic Fixing Spray opgemaakt. Dat is deze. Ik heb nog een Kruidvat micellair doekjes opgemaakt. Ik heb van de Action de Cucumber Under Eye Patches opgemaakt. Ik heb, hoeveel heb ik hiervan? Van die cucumber heb ik er nog één opgemaakt, blijkbaar. Ja.
heb van de kruidvat, dit is zeg maar de bovenkant van zo'n twee dingen maskertjes. Dat is gewoon een crème, die smeer je op, laat je intrekken. En dan kun je kiezen, was je het eraf of laat je het, masseer je het in, zeg maar. Ik heb het ingemasseerd en dit was best een fijn ding. Het is iets hydraterends geweest. Ik heb de Huda One Coat Brow, One Coat Wow opgemaakt. Vond ik niet zo wow. Nou, dat dus. Ik haal even eruit wat er nog in zit. Zo. Dan heb ik deze van Revolution. Die is niet op, maar dit is net zo'n soort poeder. Voor mijn wenkbrauw zou ik zeggen nee, maar voor mijn haar hier een beetje op te vullen zeg ik ja. Dus deze gaat weer mee naar boven. Ik heb een mascara opgemaakt van, dat is de donkerroze, de Curl & Volume Lash Princess. Ik heb de kruidvat. Concealer opgemaakt. Deze variant met het sponsje. Ik heb de Catrice Lash Changer opgemaakt van Winnie de Pooh. Die gooi ik niet weg, want die gaat in mijn make-up memory box van Winnie de Pooh. Ik heb een proefje van Miss Dior opgemaakt. Ik heb de Revolution Make-up Balm opgemaakt. Dit was een primer, die is ook helemaal op. Zou ik zeker nog een keer gebruiken. Ik heb een proefje opgemaakt van de Charlotte Tilbury Push-up lashes. Ja, deze. Deze heb ik niet opgemaakt. Dit is de Catrice Grip & Last Putty Primer. Maar deze kan je iemand zijn hoofd mee gooien nu. Die is gewoon hard geworden. Dus die hoek weg. En ik heb de Revolution IRL filter opgemaakt. Maar dan de losse variant. Maar nog niet de vaste variant. Dus voor de losse variant zit hij hierin. Voor de vaste gaat hij mee terug naar boven. En dan heb ik opgemaakt de Revolution Hydrate and Fix Spray. Best leuk. Best wat opgemaakt. Ik ben trots op mezelf. Ja. Nou heb ik ook nog doosjes met inlegkruis opgemaakt. En tubestampesta en dat soort dingen. Maar dat ga ik allemaal niet laten zien. Als je dat wel wil zien, wat ik ook aan lifestyle dingen opmaak, verder aan verzorgingsproducten, beetje intiemer. Dan moet je dat maar laten weten. Dan kan ik dat altijd erbij doen. Maar vooralsnog heb ik dit opgemaakt op het beauty gedeelte. Laten we dat zeggen. Dit is mijn beauty opgemaakt spullen van april en mei. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe een duimpje omhoog en dan zie ik je graag de volgende keer. Doei!